Dit is Manu. Manu is voor ons een hele speciale duif. Hij vloog bij ons twee keer een eerste NPO. Eén keer van Bourges, één keer van Châteauroux. In de loop van de jaren heeft ze zich toch ook al ontpopt als een goede kweekduivin. Zo hebben we zelf een doffer, Ruben, op het vlieghok. Die vliegt twee keer bij de eerste 10. In Algarve vlogen de combinatie van Wanrooy een vierde met een kind uit. Manu, daar weer een kind uit dan. En bij Verkerk, de tweede beste duif op de Pipa-ranking, midvond van de jonge duiven, is hij tweede geworden. Ook met een duif uit de lijn van Manu. Dus ze begint zich echt al te ontpoppen als een hele goede kweekduivin. Ja, dat is iets waar je van droomt als liefhebber. Een goede vliegduivin is mooi, maar als je daarna ook nog nazaten geeft, dat is eigenlijk fantastisch. Dus we hopen hier nog lang plezier van te hebben. Manu is, voor degene die haar misschien nog niet gezien hebben, zoals heel veel mensen, is redelijk groot van stuk. Ze is fors van formaat, ze is niet dik, ze is altijd heel mooi van gewicht. Een fantastische pluim. De vader is van Herman van der Sande, die hebben we destijds gekocht. Superkrijk Rick noemen we die. En de moeder is Goudband. Misschien wel mooi om te vertellen, we hebben vier jongen gekweekt uit het koppel. Eén daarvan is dan Manu. En de andere is Paco, die vliegt ook een tweede NPO achter Manu aan. Dan hebben we nog één, dat is Amadi. Die is vierde nationale aasduif bij WFC Beter geworden. En we hadden nog een andere duivin op het vlieghok en die vliegt ook een zesde NPO. Alleen die hebben we helaas verspeeld. Dus er zijn vier duiven uit het koppel geboren. En eigenlijk drie daarvan zitten nu bij ons op de kweek. En ja, die vierde had niet meer staan, maar het is heel moeilijk. En daar zijn we super blij mee dat we toch deze drie allemaal met prestaties op het kweekhok hebben.